Familie Meiland hard getroffen door coronacrisis. De rigoureuze maatregelen die Frankrijk heeft genomen in de strijd tegen het coronavirus hebben ook grote gevolgen voor de Meilandjes. Ze hebben geen gasten in hun château en omdat bijna alle winkels gesloten zijn, komen ze het kasteel nauwelijks uit. Maxime en Martin vertellen naar Shownieuws dat ze alleen nog weg mogen om boodschappen te doen. Als er 10 mensen naar buiten zijn, mogen er weer 10 mensen naar binnen. En dat moet dan meters uit elkaar, dus je krijgt hele rijen, roept Martin voor de camera. Aangezien de bouwmarkt dicht is, ligt hun verbouwing nu ook stil. Alles is ver, maar ik moet er nog steeds aan wennen, zegt Martin. Toch ziet Maxime wel een lichtpuntje, omdat er geen gasten zijn, hebben de Meilandjes wel veel meer tijd om buitenklusjes te doen. De familie Meiland is vanaf maandag iedere maandagavond om 20:30 uur te zien bij SBS6 met hun reality-serie. Push came to shove, I don't really wanna talk about the things. All I say is why you tripping for? She's just a friend, I don't pretend. Mannequins, I'm a real man. I got soul, no Pinocchio. Girl, I'm not deceiving. I told you, girl, I'm not lying.